Ik heb biomedische wetenschappen gekozen omdat ik sterk geïntrigeerd was door wetenschap op zich, maar dan vooral het humane aspect rond de wetenschap en omdat ik er altijd van gedroomd heb om in de klinische wereld terecht te komen. Ik vind het tof dat je in het eerste jaar ondergedompeld wordt in de wetenschap op zich. Vanaf het tweede jaar wordt er dan meer de focus gelegd op het humane aspect. Wat ik zelf persoonlijk het tofste aan de opleiding vind, is dat de mens centraal staat en ook de veelvuldigheid van de opleiding, dat je eigenlijk vanuit alle mogelijke afstudeerrichtingen eigenlijk nog terug kan naar iets anders. De opleiding Biomedische Wetenschappen is sterk gericht naar het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen of nieuwe behandelingswijzen. En daarvoor is wetenschappelijk onderzoek nodig. Daarvoor moet er in een labo kunnen gewerkt worden, ongeacht of dat ze er dan later voor kiezen om zelf in een labo te werken. En dat gaan we geleidelijk aan gaan introduceren door eerst in de eerste jaren aparte technieken te gaan aanleren. En dan in het derde jaar van de bachelor krijgen ze een geïntegreerd project waarbij dat ze een biomedische vraagstelling moeten gaan oplossen in het labo gedurende een aantal weken. In het eerste masterjaar moeten ze een aantal labrotaties doen, waarbij dat ze gedurende enkele weken meevolgen in 6 verschillende laboratoria. In het laatste jaar moeten ze dan een onderwerp kiezen om een masterthesis te maken en dan gaan ze gedurende een langere periode meewerken aan een project binnen een bepaald onderzoeksdomein. In juni 2014 ben ik afgestudeerd in biomedische wetenschappen. Na die 5 jaar had ik toch het gevoel dat ik meer expert wil worden in één bepaald kennisdomein. Daarom heb ik dan gekozen om een doctoraat te starten. En voor mij was dat hier aan de QLAC. En ik ontrafel het immuunprofiel van patiënten met een levensbedreigende ziekte TTP. Via mijn doctoraat kan ik ook heel wat samenwerkingen aangaan, zowel met gerenommeerde wetenschappers als met de industrie. Dus zowel op wetenschappelijk als persoonlijk vlak kan ik enorm ontwikkelen en evolueren. Ik heb gekozen voor de QLAC omdat ik hoorde dat je hier dus echt les krijgt in kleinere groepjes. Je wordt veel intenser begeleid en ik vond de QLAC dan leuker en idealer omdat je toch kleinschaliger start. Ik ben medisch stralingsfysicus en ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van de toestellen. Dus dat zijn de camera's op de dienst nucleaire geneeskunde. Het is belangrijk dat die kwaliteitscontrole gebeurt, omdat je moet weten als arts of dat je toestellen goed werken om een goede beeldkwaliteit te hebben van de onderzoeken van je patiënten. Er zijn verschillende vakken in de opleiding biomedische wetenschappen die mij voorbereid hebben op deze job. Als artsen een vraag hebben in verband met een kwaliteit van een beeld, dan is het voor mij ook belangrijk dat ik weet welke organen er te zien zijn in dat beeld. Dus anatomie is een onmisbaar vak voor mijn job. En fysica natuurlijk ook, als medisch stralingsfysica moet je al die begrippen kennen. Ik werk als CRA, als Clinical Research Associate, bij PharmOlam, een clinical research organization die helpt bij het ondersteunen van de farmaceutische industrie en de biotechbedrijven om klinische studies uit te voeren om een nieuw geneesmiddel op de markt te brengen. Meestal denk je van in een labo terecht te komen als je met biomedische start, maar je kan uiteindelijk veel meer doen dan dat. En vanaf het eerste master had ik al een idee van oké, misschien wil ik geen doctoraat doen en wil ik in de klinische studies terechtkomen. Het is wel interessant natuurlijk als je een medische achtergrond hebt, als je een protocol moet aanleren. Er staan heel wat medische termen in. We hebben ook genoeg statistiek gezien om de statistiek achter het protocol, een aantal patiënten, te kunnen begrijpen. Dat is wel een voordeel, zeker en vast. Wij komen in contact met artsen en we leggen de link tussen de farmaceutische wereld en de geneeskundige wereld dan. En denk dat biomedische een soort gat opvult die nog niet bestond en de overstap van geneeskunde naar farma-industrie mogelijk maakt.